Jullie zien er eigenlijk een gezellig, getrouwd koppel uit. Ja. We zijn allebei wel getrouwd. Ja, maar niet met elkaar eigenlijk. De corona is voorbij. We kunnen terug weer in de box, gaan we terug weer theater doen. We hebben terug weer een mooi stuk dat vanavond hier in première gaat. Ja, met Belgisch Repertoire Theater spelen we Same Time Next Year. Het is een romcom op scène eigenlijk. Een heel goed geschreven stuk uit de jaren 70 van Bernard Slate. En het gaat over twee mensen die ja, met elkaar in bed belanden. Ze zijn getrouwd, maar niet met elkaar. En ze ontmoeten elk jaar ontmoeten ze elkaar opnieuw in datzelfde hotel. En vrijen ze met elkaar, praten ze met elkaar. En zo ja, leren we die personages eigenlijk kennen over een tijdspanne van 30 jaar. Het is ook heel speciaal, de scène is daar heel speciaal, maar we gaan er nog niet te veel over zeggen eigenlijk. Je moet dan ook met je partner, op het toneel, moet je een gesprek voeren, maar het gaat eigenlijk heel diep, jullie gesprekken. Ja, tuurlijk. Ze spreken 30 jaar met elkaar af en ze worden eigenlijk ook wel gewoon verliefd op elkaar. En ze zijn altijd heel open in hun gesprekken. En zo leren we hen echt kennen en maken we hun huwelijkscrisissen mee, de problemen van hun kinderen. En aan het einde dan natuurlijk de vraag van, ja, wat gaan ze doen, hè? Gaan ze met hun partner verder of gaan ze met elkaar verder?